Welkom bij Van Thuis Uit, een variant van de podcast Het Mag Gezegd Worden, waar ik tijdens de lockdown 3 keer per week iemand opbel om hun perspectief op de situatie te leren kennen. Dit is het uitgelezen moment om wat spreekwoordelijke harten onder elkaars riemen te steken. Het is de bedoeling om een gezellig gesprek te voeren, maar ook om het positieve te benadrukken en de opportuniteiten die deze tijden met zich meebrengen op te sporen. Vandaag belde ik met Jens Sergoris. Jens werkt bij Team Jongeren van gemeente Deelbeek, waar hij gewoonlijk de jongerenwerking ondersteunt. Jens gaf mee vorm aan speelpleinonline.net. Dat is een manier waarop jongeren alsnog van hun paasvakantie kunnen genieten. Ik vroeg hem hoe dat nu exact in zijn werk gaat. Mijn naam is Sander Kuipers en ik neem deze podcast op van thuis uit. Hallo bekend. Hey Jens, het is met Sander. Hoe gaat het met u? Dag Sander. Momenteel goed. We zijn gezond, dus dat is positief. Ja. Hoe is dat dan met u? Ja, met mij goed. Met mij goed. Ik heb mijn bezigheid gevonden en ik kan genieten van mijn dagen. Dus op zich ben ik bezig. Oké, perfect. Dat is wel zo, doordat ik het vrij druk had de voorbije weken, heb ik nog niet heel lang kunnen stilstaan bij deze bizarre tijden. Ja. Maar ik voel wel dat deze weken toch wel terug begint te kriebelen om terug die sociale contacten wat te gaan opzoeken. Mm-hmm. Maar ik vrees ervoor dat dat nog niet voor direct gaat zijn. Maar wel één positief ding, ik heb mijn gemeente wel wat herontdekt via de bossen en de vele wandelingen. Nou, zalig. Dus als er dan één positief iets is aan corona, dan is het dat wel. Oké, goed. Zeg Jens, jij werkt bij Team Jongeren van gemeente Deelbeek. Kunt je mij vertellen hoe dat de lockdown de jongerenwerking heeft beïnvloed? Sowieso wordt jeugdwerk, als de maatregelen en het coronavirus zelf, ook wel zware consequenties. Ja. Maar vooral bij jeugdbewegingen en jeugdhuizen, die konden zelfs geen, of kunnen zelfs nog altijd geen activiteiten organiseren. Ook voor onze speelpleinwerking van de paasvakantie kon jammer genoeg niet doorgaan. Nee. Dat is heel jammer natuurlijk voor het jeugdwerk. Maar we staan er wel allemaal achter die beslissing. Ja. Het is ook wel noodzakelijk, denken we, om de verspreiding wat tegen te gaan. Mm-hmm. Flatten the curve. Ja, voilà, inderdaad, sowieso. Maar het doet ondertussen ook wel wat plezier om te zien dat jongeren eigenlijk wel heel creatief bezig zijn en eigenlijk ook wel op zoek gaan naar verschillende alternatieven voor hun leden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld heel veel jeugdbewegingen die op zondag toch nog online wat activiteiten gaan voorzien voor hun leden, zodat die Giro en Scouts vibe toch nog wat aanwezig blijft. Ja. Maar dan ja, voor ons persoonlijk, voor Team Jongeren, hebben wij onze werking ook wel serieus wat moeten aanpassen. We werken ook allemaal van thuis uit, ja. Dus we zien elkaar nog wel veel online. Maar dat is niet zo anders dan... Ja. Zeg, je hebt samen met Team Jongeren, neem ik dan aan, speelpleinonline.net opgestart of opgericht. Kunt je mij vertellen hoe dat je dat, op dat idee bent gekomen en wat het ongeveer betekent? Ja, eigenlijk na het annuleren van de fysieke speelpleinwerking, ouders contacteren, animatoren contacteren. Ja. We hebben een crisiscommunicatie opgestart. Dus eens dat we die vlaag helemaal hebben gehad, kwam er wel zo het idee van op welke manier kunnen we kinderen en tieners eigenlijk toch nog wel wat speelimpulsen meegeven tijdens de paasvakantie. En dan kwam er het idee om een website op te bouwen per leeftijdsgroep. En daar wat een aanbod te gaan voorzien met spelen, maar ook met sportactiviteiten of voorstellingen rond cultuur. Ja. En het fijne is ook wel dat eigenlijk heel veel animatoren heel enthousiast waren over dat idee. En dat zij eigenlijk een paar teams binnen vrije tijd en welzijn van de gemeente eigenlijk dat aanbod mee hebben vormgegeven. Dus dat was eigenlijk één luik van het idee van Speelplein Online. Maar we beseften ook wel, ja, niet elk kind of niet elke tiener heeft toegang tot het internet of tot multimedia in het algemeen. Dus naast de online werking hebben we eigenlijk ook een werking via de boekjes verdeeld. We hebben een drietal spelmagazines opgemaakt. Ja. En deze week zijn er ongeveer 900 in de bussen, de brievenbussen, verschenen. Damn. Zodat ze, ja, als ze geen toegang hebben tot internet, dat ze zich toch wel wat nuttig kunnen bezighouden in de paasvakantie. Ja, oké, cool. Wie zijn dan die exacte doelgroepen en wat is er zo wat te doen dan?
Wel, we hebben eigenlijk gewerkt met de doelgroep waarmee dat we normaal werken op het speelplein. Ja. Dus van kleuters tot lagere schoolkinderen tot tieners. En per doelgroep zijn we eigenlijk op maat gericht wat spelletjes gaan verzinnen, opdrachten gaan verzinnen. Omdat we beweging ook wel heel belangrijk vinden, hebben we ook er een paar sportactiviteiten tussen gestoken. Ja. En dan qua cultuur vooral veel voorstellingen en tips eigenlijk. Bijvoorbeeld de musical van de Efteling hebben wij online gesmeten. Wat dat wel tof is voor kleuters en lagere schoolkinderen. Ja. En dan ook onze eigen afleveringen van Yin TV hebben we als tip gebracht naar onze tieners. Ja. Zodat ze toch wel iets te doen hebben deze paasvakantie en toch een prikkel kunnen blijven. Ja, ja. Hey, hou je niet tegen om het mag gezegd worden en van thuis uit daarbij te smijten? Hè? Ja, inderdaad. Voilà. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dat ga ik zeker voor de tiener erbij gooien. Alright, kijk goed. Zeg, over die jongeren dan gesproken, hoe kunnen die zich inschrijven? Moeten die geld betalen om mee te doen? En is het alleen voor jongeren van Dilbeek of kunnen jongeren van buiten Dilbeek ook deelnemen? Wel, de boekjes hebben we eigenlijk verdeeld onder de kinderen en jongeren die sowieso al naar het speelplein kwamen. Ja. Via welzijn hebben we ook wel een paar adressen gekregen om de iets kwetsbare gezinnen te bereiken. Mm-hmm. Maar voor de rest ons online aanbod, dus via de website, is eigenlijk volledig gratis. Ja. En eigenlijk eender wie met een internetverbinding of een gsm kan eigenlijk onze website bezoeken. En inspiratie halen bij onze activiteiten. Okay. Dus in de eerste instantie hebben we het opgericht voor Dilbeek, maar ik heb vooral reacties gekregen van omliggende gemeentes, of bijvoorbeeld van de stad Gent, die eigenlijk ook mee ons initiatief wat gaan verdelen, delen binnen hun netwerk. Okay. Dus iedereen is zeker welkom op onze website. Alright, zalig. Het is nu het einde van de eerste week, want het is nu vrijdag. Deze aflevering gaat op maandag uitkomen. Mm-hmm. Hoe is die eerste week al verlopen? En tot wanneer gaat het dan voort? Zoals ik net al heb gezegd, heel veel positieve reacties binnengekregen. Ja. Ik heb gisteren voor de laatste keer de statistieken bekeken en we hadden toch wel al meer dan 600 bezoekers. Wat ik wel heel fijn vind. Mm-hmm. Ik had in het begin van de paasvakantie gedacht, ja, als wij op 2 weken 500 bezoekers op onze website krijgen, ben ik wel al tevreden. Maar daar zitten we dus al inmiddels over. Zalig. Dus dat is heel positief. Ja. En we blijven ook wel tot volgende week zondag, dus het einde van de paasvakantie, mm-hmm, activiteiten, tips en voorstellingen online gooien. Okay. Dus elke dag steken we daar wat aanbod bij. Mm-hmm. Tot volgende week zondag. Of er nadien nog een vervolgverhaal in zit, voor andere vakanties bijvoorbeeld, ja, ook al zal er geen corona meer zijn, dat is nog een vraag. Ja. Maar we merken wel dat het werkt, dus we willen wel een keer nadenken over hoe we dat in de toekomst kunnen verder zetten. Ja, want ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat mensen met kinderen thuis binnen 2 weken ook nog altijd activiteiten gaan moeten verzinnen voor die jongeren. Gaan die activiteiten en die voorstellingen en die tips die er nu op staan, gaan die ook beschikbaar blijven na de paasvakantie? Ja, alles wat online staat, laten we sowieso online staan. Alright. Het is enkel zo dat we vanaf volgende week zondag niet meer actief de website gaan aanvullen. Mm-hmm. Maar binnen het cultuurcentrum Westrand hebben we ook wel een hele pagina vol met aanbod rond vooral cultuur dan eigenlijk. Ja. En die wordt wel nog regelmatig aangevuld. Okay. Maar die is niet enkel voor kinderen, maar eigenlijk ook voor ouders of iets oudere mensen. Ja, oké. Okay. Jens, is er verder nog een boodschap die je de wereld in wilt sturen? Oh, ik zou het misschien met een cliché zeggen, maar daarom niet minder gemeend. Blijf vooral allemaal nog even binnen. Ik weet, ik begin het ook wel al wat moeilijk te krijgen om terug die sociale contacten te gaan opzoeken buiten. Zeker met dit mooie weer. Maar ik denk dat we er nu even allemaal nog samen voor moeten zorgen. Ja, dat we toch tijdens de zomer misschien terug allemaal naar buiten kunnen gaan. Ja. Dan terug nieuwe dingen kunnen gaan creëren. Samenkomen en dan hopelijk ook gewoon kunnen vieren dat het zomer is. Dus ja, zou ik nog eens willen oproepen om gewoon in uw kot te blijven. Zodat we toch nog allemaal een iets wat normale zomer kunnen beginnen, hopelijk. Ik hoop met u mee, Jens. Jens, ik wil u ongelooflijk hard bedanken dat je het met mij over Speelplan Online
wou hebben. Dat is geen enkel probleem. Ja, ik zal hem nog wel eens sturen. We horen elkaar nog. Als afsluitende woorden zeg ik graag, houd u goed en geniet van het zonnetje. Ja, dikke merci. En jij ook. Houd u gezond, houd u veilig. En ja, sowieso ook een heel tof initiatief dat jullie nemen. Dat zijn zo de voorbeelden van jongeren die van een tegenslag toch iets mooi maken. Dus dikke duim ook naar jullie toe. Zalig, merci. Dikke merci. Jens, tot de volgende keer. Hè. Ja, gelukkig is wel. Joe. Zo, dit was hem voor vandaag. Elke maandag, woensdag en vrijdag tijdens de lockdown breng ik een aflevering uit. Je kan deze podcast luisteren op YouTube, Spotify en quasi alle podcast-apps. Een spraakberichtje insturen kan via www.hmgw.be of als je zelf eens opgebeld wil worden, stuur dan zeker een mailtje naar hallo@hmgw.be. Vond je het gezellig? Laat zeker een review of comment achter. Je mag zelfs deze podcast aan iemand aanraden. Elk beetje helpt meer dan je zou denken. Bedankt om te luisteren, hou je goed en tot de volgende keer.